Bij deze Opel Mariva staat flexibiliteit centraal. Maar hoe praktisch is deze midi-MPV eigenlijk? Gaan we uitvinden vandaag. De Opel Mariva ziet er netjes, maar niet echt spannend uit. Toch verrast hij wel in meerdere opzichten. Vooral de achterportieren, die door Opel flexdoors worden genoemd, zijn anders dan je gewend bent. Hij zit wat lengte en wielbasis betreft tussen de Corsa en de Astra in. Concurrenten zijn de duurdere Volkswagen Touran en verder de Toyota Verso en de Renault Scenic. En stapt dit nou zoveel makkelijker in? Nou en of. Zelden zo'n welkome auto meegemaakt. Ruimte achterin is werkelijk fantastisch. En die achterbank, die is nog verstelbaar ook. En wat dacht je van deze flexie-verschuifbare middenconsole? En dan hebben we hier de FlexFix. Een draagsysteem waar je twee fietsen op kunt zetten. En hoeveel ruimte heb je vandaag nodig? Die kan weg. Die kan weg. En die kan weg. En dat noemen ze FlexSpace. Kijk eens. Een ruimte met een inhoud van 1500 liter. En verder, hij is echt praktisch en flexibel hoor, deze Mariva. In het vooronder van deze huist een 1,4 liter turbomotor. Het is dezelfde motor die we ook aantreffen in de Astra. Hij is goed voor 120 pk. Daarmee is hij sterk genoeg. Hij loopt 188 km per uur. En van 0 naar 100 doet hij netjes binnen 12 seconden. Maar om op te schieten moet je wel een beetje in de toeren houden. Want het is tenslotte toch 1400 kilogram hoor, die motor moet wegtrekken. Ik ben eigenlijk heel benieuwd hoe hij het op de testbaan van de ANWB doet. Daar gaat René Hut hem even in de slip gooien. De auto op de slipplaat. Reageert lekker fel op de stuurbeweging. Er zit ook een prima zitpositie in deze auto. Het stuur lekker dichtbij en goed contact met de auto zelf. En het ESP-systeem grijpt adequaat in, dus dat is prima onder controle te houden. In de slalom reageert de auto precies zoals je van een modern, direct gestuurde auto mag verwachten. Reageert u goed op de stuurbeweging, je kan de handen netjes op stuur houden, gaat prima. Ja, ja, die Opel Mariva die pretendeert flexibel te zijn, maar hij is het ook. Je kan van alles verschuiven en je kan van alles doen om hem nog praktischer en ruimer van binnen te krijgen. En ja, en dan die achterdeur. Ik heb zelden een auto meegemaakt waar je zo makkelijk achterin stapt. Flexibiliteit. In dat opzicht is de missie van Opel helemaal geslaagd.